welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe niks nieuws video. Deze video's maak ik altijd gewoon om mijn make-up op te maken, om leuke make-up looks te maken en dat soort dingen. Ik ga me dus vandaag opmaken met allemaal make-up producten die ik al heb, dus helemaal niks is nieuw of zo. Van alles weet ik al wat ik ervan vind en ook alles vind ik gewoon goed wat ik vandaag gebruik, dus dan weet je ook gelijk wat ik allemaal goed vind. En we gaan vandaag gewoon weer een hele leuke full glam look maken met allemaal pareltjes en dat soort dingetjes. Ook heb ik een aantal make-up producten die bijna op zijn, dus die wil ik gaan opmaken. Is ook weer super satisfying. Dus ja, ik maak dit soort video's eigenlijk gewoon om lekker te make-uppen, lekker plezier te hebben en om een beetje wat make-up ook op te maken. Ik heb echt al een heleboel van dit soort video's gemaakt. Volgens mij is dit deel 7, maar ik weet het eventjes niet meer uit mijn hoofd. Dus als je dit soort video's leuk vindt, er staan ook nog een boel andere op mijn kanaal waarin ik ook hele leuke looks maak. En ik maak ook vaak ook heftige looks, want dat vind ik altijd leuk. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Het enige wat ik al heb gedaan is mijn wenkbrauwen en dagcreme aangebracht. En that's it. Voor de rest zijn we gewoon helemaal lekker cozy make-uploos. Het wordt vandaag weer een lekkere heftige look. En ik ga beginnen met mijn gezichtsmake-up. En ik ga mijn gezicht primen met deze Pixie gezichtsolie. Deze olie gebruik ik de laatste tijd echt super vaak. Ik vind hem heel erg mooi als lekkere glowy vettige basis. Ik heb een normale tot droge huid. Dus ik vind het altijd heel fijn om een beetje iets van een vettige basis te hebben. En het geeft ook zo'n prachtige glow zoals je kunt zien. Als je dit aanbrengt en dan met niet al te veel make-up, dan heb je echt zo'n mooi stralend gezichtje. En dan gebruik ik ook nog mijn e.l.f. Putty Primer voor de poriën. Hiervan pak ik gewoon een klein beetje. En dit breng ik dan gewoon hier aan op de moeilijke gebieden. En dan werk ik het gewoon zo lekker in. Ik heb mijn haren, by the way, niet weer gestyled. Dit is gewoon een neppe staart met stijlhaar. En mijn echte krullend haar is eronder. Maar je kunt het dus niet zien. Dus het lijkt alsof ik mijn haar heb gestyled. Maar dat is niet, jongens. Dus ik heb mijn haar niet beschadigd. Het is gewoon een neppe staart. Maar ik vind het echt super leuk. Ik hou altijd van zo'n staart. En dan zo dit zo. Hoe ik dit ook moet noemen. Deze pluk zo naar rechts. I love it. Maakt ook mijn hoofd weer iets minder groot. De laatste tijd hou ik mijn gezichtsmake-up heel natuurlijk, heel glowy. Omdat het heel warm weer was en zo. Is dat toch altijd fijner en mooier. Maar ik denk dat ik vandaag weer ga voor een goede old school full glam matte volledig dekkend gezicht. Dus ik ga vandaag mijn Huda Beauty Foundation gebruiken. Deze heb ik in de kleur Amaretti 310G. Ik heb geen spons. Ik ben mijn spons vergeten. Even halen. Dan ga ik weer lekker plamuren, jongens. De spons die ik gebruik is van e.l.f. Cosmetics. Die is echt super fijn. Voor cream contour gebruik ik mijn Huda Beauty Tantour in de kleur. Wat voor allochtoon ben ik? In de kleur medium. Ik ga stuk. Echt, als je video's maakt en heel de tijd praat, je zegt gewoon af en toe van die rare dingen. Af en toe heb ik het ook gewoon niet door. Dan ben ik mijn video aan het editen. En dan pas heb ik door dat ik allemaal een beetje van die rare dingen heb gezegd. Of iets heel raar uitspreek. En dat soort dingen. Echt heel weird. Lekker uitblenden. Ik hou echt van cream contour. Ik vind dat altijd echt fantastisch. Dat geeft mijn gezicht altijd zo dat extra wat er normaal niet is, zeg maar. En het maakt mijn gezicht zo iets smaller. Dit pluk haar hier is nou wel een beetje vervelend, maar oké. Voor concealer gebruik ik mijn Ordinary Concealer. Deze heb ik in de kleur 2.0 YG. Dit is echt een hele mooie, betaalbare, volledig dekkende concealer. Oh jongens, ik heb dit echt gemist. Gewoon een mooie, egale, volledig dekkende foundation routine. I love it. Dit vind ik toch wel het mooiste. Ik hou ook wel van een natural glowy gezicht. Maar dit is toch wel echt waar mijn voorkeur naar uitgaat gewoon. Ik vind het altijd zo mooi. Mijn gezicht is nou zo mooi egaal. I love it. Ik doe nou ook de laatste tijd een beetje iets anders met mijn poeder. In plaats van gelijk helemaal ingaan met heel veel losse poeder en beken. Ga ik nou eerst in met een pressed poeder. Dit is een pressed poeder van Clarins. Is gewoon in een hele mooie matte lichte kleur. En dan ga ik overal waar ik normaal zou beken eerst overheen met zo deze poeder. Ik wil voortaan iets minder poeder gebruiken. Omdat ik toch merk dat het mijn gezicht iets droog maakt ofzo. Ik hou van beken. Maar dit is ook heel erg mooi als je het iets meer natuurlijk wilt houden. Dus overal waar ik het gewoon mat wil hebben en het goed wil zetten, breng ik zo deze losse poeder aan. Dus waar ik gewoon normaal ook die losse poeder aanbreng. Zo, dit geeft echt zo'n hele mooie airbrushed finish. Deze poeder is echt super, super mooi en fijn. I love it.
En dan ga ik alsnog in met losse poeder. Ik gebruik deze van de Make-up Studio. En hiervan pak ik een heel klein beetje maar. En dit breng ik nog extra aan onder mijn ogen. Omdat ik het daar extra goed wil hebben. Omdat het daar altijd gaat creasen. Dus hier breng ik ook nog wat extra losse poeder aan. En that's it eigenlijk. Dan ga ik mijn neus contouren met dit kapotte Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur. En dan wat MAC Fix Plus om alles een beetje te hydrateren. Normaal zou ik nu stoppen met mijn gezicht en beginnen aan mijn ogen en dan mijn gezicht verder afmaken. Maar dat ga ik vandaag niet doen. Ik ga vandaag mijn hele gezichtsmake-up doen en dan pas beginnen aan mijn ogen. Dus ik ga nu mijn gezicht bronzen met deze Huda Beauty Glowish Bronzer in de kleur 03 Tan Light. Sinds ik deze bronzer heb, gebruik ik hem echt elke dag. Ik vind hem zo mooi. Ik gebruik vandaag echt veel Huda Beauty producten. Dat heeft verder geen reden of zo. Ik weet niet waarom dat vandaag zo is gelopen. Maar ik had gewoon vandaag zin om veel Huda Beauty te gebruiken. Als blush gebruik ik deze van Too Faced in de kleur No Ordinary Love. Is echt een hele mooie rozige matte blush. En we brengen lekker veel blush aan. Ik hou altijd echt van blush. Lekker veel aanbrengen zo. En als highlighter ook iets van Huda Beauty, de Glowy Obsessions Palette in de kleur Medium. Dit is echt mijn fave paletje sinds ik hem heb. Kijk dit dan. Deze kleur is al gewoon bijna op. I love it. Echt de fijnste highlighter ever. En hiermee ga ik lekker mijn gezicht een mooie glow geven. Kijk even hoe heftig deze glow is, jongens. Oh my god. Ik vind het echt fantastisch. Oké, dan is nu wel echt mijn hele gezichtsmake-up af. I love it. Het is echt weer een volledig dekkende routine geworden. Ik vind het echt weer fantastisch. Nou ga ik beginnen aan de ogen. Ogen en de lippen moeten nog. Voor de ogen ga ik mijn Too Faced Teddy Bear paletje gebruiken. Ik heb een hele video gemaakt over deze collectie. Daarin heb ik een hele leuke bruine look gemaakt. En nou ga ik hem dus voor de tweede keer gebruiken. En ik denk dat ik nou een leuke bruine cut crease look gaan maken. Dus we gaan inzoomen op de ogen. Ik ga vandaag echt een volledige cut crease maken en die ga ik eerst creëren met deze P. Louise Base in de kleur 0. Dit is gewoon een witte oogschaduwprimer. En hiermee ga ik een beetje zo de cut crease creëren. Oké, de hele cut crease basis is gelegd. Het ziet eruit alsof ik vleugeltjes op mijn ogen heb gecreëerd. Dit ziet er nou zo raar uit. Dan ga ik in met deze e.l.f. Liquid Eyeshadow in de kleur 24K Gold. Dit is dus gewoon een liquid oogschaduw in een hele mooie gouden kleur. En die kleur ga ik aanbrengen over deze hele cut crease. En dan mooie goud maken. Dan pak ik deze hele mooie gouden kleur uit het paletje. En die kleur ga ik dan ook nog aanbrengen over mijn hele ooglid. Om het allemaal nog glitteriger te maken en meer goud. Dan ga ik nu in met deze mooie donkere matte kleur. En met die kleur ga ik over de rand van de hele cut crease. Dan ga ik in met deze mooie matte kleur hier. En daarmee ga ik de rand een beetje uitblenden om het allemaal mooi smoky te maken. Nou ga ik allebei die bruine matte kleuren ook aanbrengen op de onderste wimperrand. Oké, nou ga ik ook nog in met deze glitter eyeliner van W7 Cosmetics. Dit is in een hele mooie bronzy oranje kleur. Dit is de kleur Molten Rock. En dit is dus een glitterige eyeliner. En die ga ik aanbrengen op de hele cut crease rand om het mooi strak te maken. Jongens, deze look is zo mooi warm. I love it. Oké, tijd voor mascara. Ik gebruik mijn Clarins 4D mascara. Als nep wimpers gebruik ik deze Lash Like a Boss wimpers van Essence in de stijl OMG. Prachtige heftige wimpers en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, wimpers zitten erop, dus de ogen zijn helemaal af qua oogschaduw. Maar nou ga ik overal pareltjes aanbrengen op mijn ogen, hier bij mijn haren. En ik heb er hier een heleboel in 3 verschillende formaten, dus die ga ik gewoon nou een beetje random overal aanbrengen. Oké,
Oké, de ooglook is helemaal af. Het is echt super duper apart. Dit heeft mij zoveel tijd gekost om al deze dingen vast te plakken. Oh my god. Maar het is me gelukt en we hebben de look zojuist naar een ander level gebracht. Als laatste wat nog overblijft is de lippen. En ik denk dat ik voor mooie rode lippen ga. Ik ga deze matte liquid lipstick van MAC gebruiken van de Cruella collectie. Dit is in de kleur Mayhem. En dan als laatste deze Clarins Hydrating Mist. En dan ben ik klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit is de hele make-up look. Ik vond het echt weer super leuk om te maken. Zoals altijd hoop ik dat jullie ook weer hebben genoten. En het leuk vonden om weer te kijken naar hoe ik mezelf weer helemaal zo opmaak. Dit er subiet afhalen wordt ook weer echt een gedoe. Maar ik ga sowieso eerst nog een paar leuke foto's maken voor Instagram. Want ik heb hier niet een half uur deze dingen lopen opplakken om vervolgens geen foto's te maken. Ik vond het weer heel leuk om deze look te creëren. Het was weer gewoon een leuke, chille make-up video. Ik hou er altijd van om zulke video's te bekijken. Dus ik hoop jullie ook, want ik maak ze echt met heel veel plezier. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!